after 8 months, we are hungry. In mijn foundation, dus deze gaan we uittesten. Deze gaan we echt meenemen. And this is JJ's fit, so... We zijn er niet 2 uurtjes. Ik kan nooit hier normaal kijken, omdat gewoon hier zoveel is. Ik ben net wakker, dus let even niet op mijn gezicht. Maar ik ga gewoon toch de vlog weer opstarten na, ik denk ongeveer, ik weet eigenlijk niet hoe lang, dan moet ik even kijken. Waar is mijn telefoon? 3 weken geleden is deze vlog geüpload. Het lijkt echt zoveel langer dat ik niet heb gevlogd. Maar ik zie hier pas dat 3 weken geleden mijn laatste vlog online kwam. Er kwamen gewoon wat dingen tussendoor en ik voelde niet echt van, ik heb nu zin om de camera erbij te pakken. Ik ga gewoon weer de camera aanzetten, al zet ik de camera neer en dan doe ik gewoon eens, doe ik mijn make-up, ga ik weer naar buiten. Ik kan er gewoon op zich een leuke vlog van gaan maken. Oké, guys, we gaan eventjes naar mijn favorite bakker. Ik heb eventjes mijn haar zo gedaan, maar het ziet er echt niet uit eigenlijk. En ik heb eventjes een outfit van Nathan aan, tenminste een broek. Deze broek is van Boohoo Man uit mijn hoofd. En nu gaan we eventjes snel naar de bakker lopen. Nee, we gaan naar de bakker. We gaan straks schommelen, ja? We gaan eventjes broodjes halen. Voor jou en voor mama. Broodjes gehaald. Ik heb niet super veel gehaald, want ik ga straks ook weer eten. Dus dan vind ik het een beetje zonde om nu veel te halen. Vergeet om aan haar te vragen of ze het warm wilt maken. Maar in ieder geval, het zijn echt de lekkerste broodjes. Ik heb hier een chocolade croissant. Jongens, jullie denken het is maar gewoon een simpele chocolade croissant. Het is zo lekker. Ik heb hier een kaasbroodje met allemaal dingen met kaas erin, jongens, ook zo lekker. En ik heb gewoon een roomboter croissantje. Dus dat ga ik even lekker met Jordan opeten nu. Zo lekker. Nou, wij gaan lekker eten. Ja, lekker. Middag, guys. Het is vandaag woensdag uit mijn hoofd. Ik ben me even aan het klaarmaken. Want ik ga zo meteen afspreken met Leila. We gaan eventjes lekker eten in de stad. Het is echt zo mooi weer. Dus ik dacht van misschien is het wel gezellig om te gaan lunchen. En ik had haar al, ik denk... Ik heb haar 2 maanden niet gezien of zo, want ik was natuurlijk ook naar Nederland gegaan. Dus dan kunnen we weer bijkletsen. Ze hebben al jouw koekje. Ja, wij zijn in de stad. Ik ben weer met mijn girl. Maar we hebben net eventjes foto's gemaakt. En nu gaan we eventjes iets zoeken om te gaan eten, want we hebben honger. Daar hebben ze volgens mij baklava. Kaviaar. Vind je dat lekker, kaviaar? Ik heb dat nog nooit gegeten. Daar hebben ze dingen. Oh ja, baklava, jawel. Maar goed, we gaan eens even eten zoeken. En dan gaan we lekker eten, want we are hungry. En... Je neus, want je breekt. Wat doe jij, gekkie? Wat eet hij dan? Wat doe jij? Welke? Van... We hebben onze eten. We hebben chicken, tacos. Ga je zelf doen. Nachos hebben we. Deze nachos zijn zo lekker. Ik heb die al een keer eerder gegeten. En een lekkere salade. En een of andere bolognese pasta. Alleen het ruikt niet lekker en het ziet niet lekker uit. We zijn in de Sephora. Hè? Ik heb het
die. In ieder geval, we zijn in de Sephora. We gingen eventjes door naar de mall. En ja, ik kan nooit hier normaal kijken, omdat gewoon hier zoveel is. Oh, mijn camera is echt vies. Je hebt hier zoveel en I don't know wat ik moet kopen. Oh, zoveel hebben ze hier. Omgekleed. Ik praat even zacht, want Jordan die slaapt dus op de bank, want hij was wakker geworden. Echt net toen ik klaar was met mijn training. Maar goed, ik heb mijn training kunnen afmaken. Ik heb kunnen douchen en omkleden. En nu ga ik eventjes snel eten voorbereiden voor vanavond. Maar dit is de fit. Ik heb, noem je dit, een trainingspak aan van de Primark van Nathan. En daaronder heb ik zeg maar zo'n crop top aan van Shein. Vandaag. We hebben al gegeten. Ik heb niet eens meer het eten laten zien, maar het was wel lekker. Ik ga eventjes Jordan's luier verschonen en Jordan naar bed doen. Want het is alweer bedtijd. Dus ik ga dat nu doen. Echt erg. Ik ben gewoon helemaal vergeten mijn camera erbij te pakken. Dus het is de volgende dag. Ik heb gisteren eigenlijk niet meer gevlogd. Ik was het eigenlijk helemaal vergeten, heel eerlijk te zijn. Wil je Mario kijken? Oké. Okay. In ieder geval, gisteren was Leila even bij ons gekomen. En ik was dus eigenlijk helemaal toen vergeten te vloggen. Om überhaupt gewoon mijn camera erbij te pakken. Dus ja, gisteren hebben we gewoon eigenlijk gewoon echt chill. We gingen echt niks doen. Dus vandaag gaan we gewoon verder vloggen. Ik heb gedoucht en mezelf klaargemaakt, want ik wil eventjes naar de winkel toe. Want ik wil even naar de DM om wat nieuwe gezichtsproducten te kopen. Want die van mij zijn op. En bijvoorbeeld mijn make-up reiniger en zo. Make-up reiniger, hoe noem je dat? Make-up remover voor mijn gezicht. Het is allemaal een beetje op, conditioners op. Dus ik ga even kijken of ik dat kan scoren. Later, als Nathan van trainen komt, willen we ook even naar de Jumbo. Niet naar de Jumbo van Nederland, maar hier is de Jumbo eigenlijk een soort action. Om daar iets te halen voor zijn voeten. Ik heb aardbeidjes gesneden en nog wat knijpfruit. Deze is van de Lidl. Het is met appel. Wat is dit? Ik weet even niet meer welk fruit het is. Bananen en courgette. En ik vind het lekker. Ik weet niet of hij het lekker vindt. Dus het is eventjes JJ's snelle lunch. Ik ben helemaal klaargemaakt. En this is JJ's fit. Zo schattig. Hij heeft mijn muts op. Een jasje van de Zara. Die hoodie heeft hij cadeau gekregen. Broek van de Zara en zijn fans aan. En nu gaan we buiten wandelen en eventjes langs de DM. Ik zocht deze, dus ik zag deze trend op TikTok. Nu hebben ze eindelijk die foundation. Zeg maar, deze heb je zeg maar ook in die concealer, maar nu hebben ze hem dus ook gewoon in een foundation. Dus deze gaan we uittesten. Deze gaan we echt meenemen. Mijn kleur is, ik zit te twijfelen tussen nummer 15 of nummer 1.5 en 01. Ze hebben zelfs de bekende setting spray, de 3 second setting mist. Die hebben ze ook. So girls, I love this store. Ik hou hier echt, ik hou echt van de DM's. Ze hebben echt zo en zoveel. Deze is niet super groot, maar het is echt een hele fijne drogisterij. Even hoe leuk. Alles voor Pasen gewoon. Van die mandjes hebben ze. Kijk nou hoe leuk.
daar ook hebben ze van die mandjes. En hier. Ik wil het bijna gewoon kopen om het op tafel te zetten met paaseitjes. Maar ja, daar heb ik echt niks aan. Kijk ook hoeveel dingen ze hebben voor in de badkamer. Guys, dat is echt niet normaal. Ze hebben echt mooie dingen. Ik zit even te kijken welke ik wil meenemen. Ik vind het heel mooi, dit stenerige. Oh, ik film niet goed. Dat vind ik echt mooi. We zijn dus echt lang geweest bij Jumbo. Ook, ik draag mijn horloge verkeerd op. Het is inmiddels 8:30 en we gaan nu naar huis. Hoe laat gingen we naar de Jumbo? We zijn er niet twee. We'll be right back.